Vandaag was dan het moment dat u het kon bekendmaken. Maar dat gaat al weken door het hoofd natuurlijk. Ja. Slapeloze nachten? Slapeloos gaat wel heel ver. Maar af en rusteloos? Toe, dat houdt je wel enorm bezig. Wat is nu wijsheid? Wat moet je doen? Wat staat eraan te komen? En ik ben ook 38 jaar actief voor de SP. Ik weet niet beter dan dat ik alle tijd die ik had, vroeg, 's avonds laat, dat ik voor de SP op pad was. En nou weet je op een gegeven moment van, je zet er nu een punt achter. Kom ik nou in een zwart gat of krijg je daar weer prachtige nieuwe dingen die ik voor de samenleving kan gaan doen? Vast wel. Ja. Maar je kijkt wel naar uit zo van, oeh, en nu? En wat is dan het moment geweest waarvan u dacht van, oké, misschien moet ik als partij man weggaan en het aan een ander gunnen? Is dat de aankomende gemeenteraadsverkiezingen? Is het de uitslag? Is het een persoonlijk gevoel? Ik denk vooral het laatste. Kijk, ik ben begonnen toen ik Kamerlid mocht worden. Samen met Jan Marijnissen, met Remy Poppen, met Jan de Wit. Echt die mensen die de partij van begin af aan hebben opgebouwd, grootgebracht. Die van onschatbare waarde voor onze club zijn geweest, die de partij neergezet hebben. En ik mocht het van Agnes Kant overnemen, die daarna het stokje over had genomen en een dijk van een politica was en voor mij nog steeds is. Mm-hmm. Maar je merkt wel van, oké, dat is hartstikke mooi. Ik kom ook eigenlijk uit die opleidingsgroep, uit die generatie. En ik ben heel hard ook op zoek gegaan naar die nieuwe generatie die wel op moet staan. Het is heel leuk om een mooie club te hebben, maar je zult wel van onderuit nieuwe talenten, nieuwe aanwas moeten hebben. Daar heb ik heel veel energie in gestoken. Niet alleen voor in de fractie, want we hebben een prachtige nieuwe fractie. Maar ook een jonge voorzitter, een nieuw partijbestuur. Een ander wat ik heel belangrijk vond, is laten zien dat we kunnen besturen. Dus in 6 van de 12 provincies hebben we nu de SP in het college. Ook in de gemeente is dat goed gegaan? In 4 van de 6 grootste steden, waaronder de kers op de taart hier in Amsterdam, waar we het erg goed doen. Ja, en dan op enig moment krijg je wel zoiets van, er is nog één stokje over voor die nieuwe lichtingen. Dat is mijn stokje. En ik had gehoopt dat het mooiste nog zou komen en dat ik na deze verkiezingen ook met mijn SP de regering in kon. Maar ja, dat is me niet gegund. Het was niet mogelijk om in een kabinet te gaan zitten waar we ook daadwerkelijk het verschil konden maken. Ik schuif niet zomaar aan, we zijn geen middenpartij. Dus je moet dan ook wel je geluid kunnen laten horen, je beleid, invloed op beleid hebben zoals mijn kiezer dat dan ook wil. Nou, dat zat er dit keer niet in. Ja, en dan ga je nadenken, wat dan? Is dat